dan gaat die signaalsequentie gebruikt worden om met een receptor te interageren die op zich opnieuw met een receptor in de membraan zit, in het bed van uw peroxisome, gaat interageren en het eiwit gaat in zijn correct opgevouwde conformatie onmiddellijk naar het lumen van uw peroxisome worden gebruikt. Dus je ziet hier dus een reeks van PEX-eiwitten. Het is vooral een structureel systeem, hoe dat het eigenlijk gebeurt, wat je moet weten. Ook hier weer heb je dus een hele reeks van genetische ziektes die ermee geassocieerd zijn. En dit is dan vooral te maken met onder andere peroxides, maar ook catalase eiwitten die dus bijvoorbeeld kunnen gemuteerd zijn. Waardoor dat je dus eigenlijk heel erg veel producten, toxische producten die ontstaan, bijproducten die ontstaan in ons metabolisme, dat die dus niet opgeruimd kunnen worden. En dan krijg je dus heel vaak zeer letale aandoeningen die dus snel resulteren in de dood. Oké, dat was het voor dit deel van de cursus. Wat we nu gaan doen is het een beetje over het andere boek gooien in de komende lessen. En we gaan het daarbij vooral gaan hebben nu over cytoskelet. Vandaag gaan we het zonder hebben over wat we noemen actine. Maar we gaan de andere spelers in dit proces, namelijk intermediaire filamenten en microtubuli, ook al een plaats geven, zodat je die naast elkaar kunt zetten. Het cytoskelet is een beetje gelijk een fundamentenkapstok waarin je cel zich bevindt. Zonder cytoskelet heb je meestal een vormloze cel. Dat cytoskelet is ook heel erg belangrijk voor de celbeweging. En verder is het cytoskelet ook belangrijk voor een soort van autostrade te zijn waar dat transportvehikels van gebruik gaan maken om bepaalde cargo van de ene plaats naar de andere plaats te brengen. Denk bijvoorbeeld terug aan die neurale cellen die heel erg lang kunnen zijn. En die gaan het cytoskelet ook gaan gebruiken om eiwitten of organellen of vesicles te transporteren over een lange weg. Dus drie soorten elementen in dat cytoskelet. Alreeds vermeld, dus actine, microfilamenten, intermediaire filamenten en microtubuli. Als je elektronenmicroscopisch bekijkt, zou je die kunnen onderscheiden onmiddellijk omdat ze een ander soort van diameter hebben. Gaande van actine naar microtubuli, 7 nanometer, 10 nanometer, 25 nanometer. Oeps. Hier zit je dus een heel schematische weergave van een cel. En dan zie je dus dat er daar microfilamenten in voorkomen, dat is een soort van actine. Wat je ziet voor intermediaire filamenten is dat die gewoon kriskras door je cel liggen. En dan heb je dus eigenlijk ook nog van die grotere kabels die daar doorlopen en dat zijn dan die microtubuli, precies holle buisjes die erin liggen. Hier zie je nog een keer een weerspiegeling ervan. Wat hier eigenlijk al zou moeten opvallen, toch zeker van de schematische weergave, is dat je hier precies een parelsnoer hebt van allemaal globulaire moleculen die aan elkaar verbonden zijn. In het geval van microtubuli zie je dat er eigenlijk twee schakeringen van groen zijn, en dat zijn eigenlijk die meren. Maar die zijn ook globulair, dus met andere woorden ook een soort van bolletjes, die pareltjes die aan elkaar gekoppeld zijn. Maar hier heb je dus blijkbaar twee varianten. En dan bij die intermediaire filamenten zit je eerder een koordstructuur. En dus belangrijke filamenten die dus bijvoorbeeld geassocieerd zijn met elkaar. Hier heb je dan kleuring die dus is uitgevoerd. Met telke malen hier in dit geval andere kleurtjes die weerspiegeld worden. En waarbij dat eigenlijk actine, microtubuli en intermediaire filamenten worden aangeplukt. Dit is een overzichtstabel. Die is wel erg belangrijk, omdat hier eigenlijk de grootste verschillen tussen die verschillende soorten cytoskeletaire eiwitten mooi in overzicht worden geplaatst. Dit heb ik al verteld, dat het diameter verschillend is tussen die verschillende cytoskeletaire eiwitten.
En dan ook, hebben we hier al geweten, dat dus er monomeren zijn voor het geval van actine. Maar je hebt ook verschillende isovormen van actine. Je weet dat sommige genen door differentiële splicing, dat er andere exonen kunnen gebruikt worden, je verschillende combinaties kunt maken, dat je op die manier verschillende varianten van dezelfde gen kunt maken. Dus als dat getransporteerd wordt, dan heb je van één gen bijvoorbeeld drie verschillende eiwitten, waarbij elke maal een extra domeintje is bijgekomen of is afgekeerd. Dus je krijgt hier verschillende domeinen. Er zijn verschillende klassen van intermediaire filamenten, maar dat zal voor de volgende les zijn, omdat we daar echt in detail op ingaan. En dan microtubuli, waarbij dat je dus een alpha en een beta globulair eiwit hebt, dat dus, dus met elkaar kan interageren. Ook een heel erg groot verschil is, waar we vandaag vooral over gaan hebben, is die microfilamenten, dus die actine, citoskelet, dat bindt met ATP. Maar uw microtubuli die bindt met GTP. Heel groot onderscheid. Je ziet dan ook, dat gaan we tijdens de les wel zien, daar ga ik nu niet op ingaan. Je ziet hier dus al die verschillende aspecten waar dat citoskelet eigenlijk toe bijdraagt. Oké. Hier zie je dus nog een keer een heel ruwe schematische voorstelling, waarbij je dus een aantal extremiteiten van de cel kunt zien. Bijvoorbeeld een filopodium. We zien hier ook wat wij noemen een leading edge van de cel. Dus een voorfront van uw cel, dat dus eigenlijk hier voorkomt van een cel die precies in beweging is, want die staat direction of migration, dus ze gaat in een bepaalde richting. De microfilamenten zijn dus de dikkere kabels en de intermediaire filamenten worden hier in blauw weergegeven. Een andere doorsnede door een epitheliale cel, dit is hier een bewegende cel, dat zou dus ook wel een mesenchymale cel kunnen zijn bijvoorbeeld. Maar in dit geval heb je een epitheliale cel, een versterkte polarisatie, met de verschillende intermediaire junctionale complexen. Dan zie je dus dat de microtubuli, hoe dat die hier eigenlijk gelegen zijn en hoe dat nu intermediaire filamenten en actine georganiseerd is. Dus dat actine is dus niet zomaar kriskras door je cel. Je ziet hier in de borstelzone bijvoorbeeld dat er een heel specifieke organisatie is van je actine. En dan aan de zijkant van je cel heb je dus ook actine en intermediaire filamentorganisatie. Maar we gaan daar dadelijk wat meer toestaan op het vertel. Dus je ziet dat actine nog een keer, als je kijkt elektronenmicroscopisch, kan je heel goed zien dat het precies zo'n parelsnoer is. Dat actine hier een opname door de borstelzoom van darmepitheelcellen, en dan ziet u dus echt dat daar kleine kabeltjes in lopen. En dat zijn dus eigenlijk allemaal mooi parallel georganiseerde actine kabels die daarin voorkomen. En dan heb je hier in een cel, in groen, zit je actine. In oranje zie je vinculine. Dat is een eiwit dat bindt met die actine en maakt een contact met een cel-substraatcontactpunt. Dus je actinekabel is eigenlijk met een punt verbonden met je extracellulaire matrix buiten je cel. Er zijn een aantal brug-eiwitten voor nodig. En een van die brug-eiwitten is dus vinculine. Dat is dus hier dat oranje aangekleurd. En dit doet ons natuurlijk denken aan dwarsgestreepte spieren. En daar hebben we ook veel actine in. Herinner je dat we gesproken hebben over die sarcomeren. Maar daar gaan we later ook opnieuw in deze lessen, of in dit hoofdstuk, nog een keer in meer detail kijken. Dus dat is hier intermediaire filamenten. Het grootste verschil met intermediaire filamenten is dat je hier eigenlijk precies een soort van lange strengmolecules hebt die met elkaar lateraal gaan verbinding maken. En daardoor krijg je een soort van koordstructuur als je daar een twist op zet. En dat maakt ook dat deze eiwitten van ontzettend groot belang zijn, dat ze eigenlijk rekkracht geven aan cellen, sterkte aan cellen geven. En als die dus bijvoorbeeld ontbreken, dan ga je dus eigenlijk meestal zeer grote cellen gaan krijgen. Je hebt er verschillende varianten van. Hier zit je dus eigenlijk neurofilamenten. Die komen dus door voor in neurale cellen, zoals iedereen hier wel kan begrijpen, want het woord het zelf zegt.
dan heb je hier een voorbeeld van cytokeratines. Cytokeratines zijn dan die intermediaire filamenten die typisch voorkomen in epithelcellen. Dus eigenlijk hebben verschillende soorten cellen, afhankelijk van hun oorsprong, van de drie kiemlagen, dat je epitheliale cellen hebt, je hebt mesenchymale cellen, die gaan dus, of neurale cellen, die hebben telkenmaal typische intermediaire filamenten. En heel erg vaak gaat dat ook gebruikt worden bij pathologische aandoeningen. In die kliniek gaat de patholoog heel erg vaak gaan kijken naar die soort van intermediaire filamenten, omdat hij zich dan onmiddellijk objectief kan vergewissen wat voor soort cel dat je gemaakt hebt. Dus je hebt dus een panel van antigenen die specifiek herkennen cytokeratines in epithelcellen, neurofilamenten in deze mesenchymale achtercel, die neurale cel. En op die manier kan je dan eigenlijk een onderscheid maken tussen die verschillende celtypes. Als je daar bijvoorbeeld zou aan twijfelen. Wat je daar in de 4 ziet hier, dat is eigenlijk de binnenkant van de nucleaire membraan. En daar heb je dus zogezegd de intermediaire filamenten, die we ook wel nucleaire lamines noemen. Maar dat is dus een vorm van intermediaire filamenten. En die zijn van ontzettend groot belang, omdat die eigenlijk heel mooi die nucleaire membraan afleiden, maar die kunnen dus gemodificeerd worden wanneer ze tot kinese in plaats krijgen. Dan gaat eigenlijk uw nucleaire membraan heel snel in elkaar vallen, samen met die eiwitten in kleine vesikeltjes, en die dan nadat de cytokinese heeft plaatsgegeven, terug kunnen reassocieerd worden. Zodat je heel snel terug een nucleaire membraan kunt vormen. Dit hebben we ook al gezien voordien, maar dat is dus hier geassocieerd met de microtubuli. En hier wordt het dus duidelijk in de schematische voorstelling, dat is een holle buis. Ja. Dan komt het ook dat die blijkbaar een iets grotere diameter heeft. Als je kijkt elektronenmicroscopisch, dan kan je soms van die microtubuli terugvinden in die, wat we hier hebben, 9 tripletten organisatie. Herinner u, dat was bij een aantal extremiteiten, die moesten bewegen, cilia, die moesten bewegen. Dan hebben we dat al eens gezien. En daar kwamen die eigenlijk ook voor. Die kunnen dus voorkomen als singletten centraal, maar ook als tripletten aan de buitenkant. Waar vinden we die microtubuli nog terug? Tijdens de cytokinese opnieuw, hè, een cel gaat delen. Die microtubuli zijn de trekkabels die dus gaan trekken aan de chromosoom om ze te scheiden aan de polen. Dit is hier een metafase waarbij dat je eigenlijk de chromosomen mooi op het evenaarsvlak van de cel ziet gecondenseerd. En die gaan dus gewoon getrokken worden naar de polen. En op die manier spelen die microtubuli daar een heel erg belangrijke rol in. Het is onder andere bijvoorbeeld een van die producten waar jullie wel al van gehoord hebben, die uit het snoeisel van de taxushaag bij je thuis wordt geproduceerd. Dat is een product dat noemt taxol. En taxol zorgt ervoor dat die microtubuli bijvoorbeeld worden geïnhibeerd in hun actie, zodat ze dus eigenlijk die trekkracht niet meer kunnen uitvoeren. Dat wordt dus gebruikt bij sneldelende cellen, dat zijn dus kankercellen. Dus taxol is een product dat op veel manieren gebruikt wordt voor de behandeling van kanker, maar dat gaat specifiek gericht zijn tegen die microtubuli. Oké. Dus hier zit je nog een keer overzicht van de verschillende elementen. Ik ga dat nu niet meer herhalen, ik denk dat dat voor iedereen duidelijk is. Dit is een functie die ik daarnet nog niet heb verteld. Dat is namelijk dat actine zo'n corticale ring kan vormen, dat hij dus een ring kan vormen voor om die celbezwerken af te nijden van elkaar. Bij de cytokinese, maar ook bij vesikels die moeten afgeknepen worden van een organel. Kan dat gebeuren? Herinner u bij die neurotransmitter vesikels vorige keer met dynamine en eigenlijk dat samen met actine zorgt voor die ring en die dus gewoon afknijpen doet van vesikels of van delen van cellen. Dus hier staat ook op deze cartoon staan er eigenlijk ook nog vermelding van die microtubuli, dat dus eigenlijk dat die dus met zogenaamde motoreiwitten gaan binden en die motoreiwitten die dragen cargo. En kunnen dat in neurale cellen over een lange weg doen. Hè. Hier is uw cellichaam en gaan dus bijvoorbeeld zorgen dat dat cargo die vesikels kunnen transmitten over een lange weg kunnen getransporteerd worden. Oké. Dat wat betreft algemeen verschillende elementen van het cytoskelet. Kijk achterna
Nog eens terug naar die ene tabel, waar hij een heel mooi overzicht heeft van verschillende typische karakteristieken. Nu zie je hier een cartoon waarbij dat er eigenlijk verschillende vormen zijn van actine. Je ziet in microvilli, die borstelzool, daar heb je een typische organisatie van actine. In de celcortex, bij een gepolariseerde cel, heb je dus gewoon mooi langs de basolaterale kant van je cel en ook aan de apicale, heb je dus een volledige ring die in je cel zit van een actine netwerk. Ter hoogte van je zogena adherens heb je dus ook een actine ring die rondom elke cel gaat lopen. Dan heb je die extremiteiten, je lamellipodium, de voorloper van je cel die beweegt. Dat gaat er eigenlijk voor zorgen dat je cel zijn membraan naar voren kan duwen. En op die manier, als hij aan de achterkant bijtrekt, kan vooruit kunnen bewegen. Dus je hebt dus hier filopodia, dat zijn zo van die uitsteekseltjes met antenneachtige structuren. We gaan dan later uitleggen hoe dat juist functioneert. Zit er dus actine op een speciale organisatie, een speciale organisatie. En dan heb je hier dan een lamellipodium en heb je ook wat wij noemen stresskabels. Vind je vooral terug in cellen die snel aan het bewegen zijn, laat je dus die stresskabels vinden. Herinner je ook vorige keer toen we gesproken hebben over het drinken en het eten van cellen, wanneer ze heel grote partikels opnemen, dan gaan ze ook gebruik maken van een actieve cytoskelet om die membraan rond dat deeltje dat ze willen opnemen te duwen, zodat ze dat eigenlijk naar binnen kunnen halen. En dan heb je dus endocytotische vesicles die opgenomen zijn, die moeten ook bewogen worden, die gaan dus ook met actieve kunnen voortbewegen en dan die contractiele delen. Dus je ziet hier nogmaals een cel die aan het voortbewegen is met die filopodia, dus die kleine antennetjes die dus vol met actine steken, want er is hier een actinekleuring gedaan. En hier zie je die stresskabels die zitten en dan heb je die leading edge die precies helemaal vol met actine zit over een vrij uitgebreide, uitgesneerde regio. Hier nog een keer een borstelzone waarbij dat je dus eigenlijk ook weer die actine kabels kan zien. Hier een driedimensionele voorstelling van het actine globulaire monomeer. En je ziet dus dat die dus eigenlijk kunnen interageren met ATP. Het grote verschil met de inputuren. Wat ook van belang is, is eigenlijk dat we hier te maken hebben met wat we noemen een dubbele helix. Dus het zijn dus twee lange kabels die associëren met elkaar. En waarbij dat die eigenlijk linksdraaiend is. Je moet een beetje denken aan DNA. Waarbij je dus eigenlijk een soort van torsie hebt die op die kabels zit. En dan krijg je dus die linksdraaiende curve. Dus als je dan gewoon gaat kijken, dan zijn er telkens een soort van spaciering in van 36 nanometer. Dan heb je dus zo'n volledige twist gemaakt. Linksdraaiend. En hier heb je nog een elektronenmicroscopische opname. Waarbij je duidelijk die globulaire monomeren ziet die voorkomen in die dubbele helix. Als je heel goed kijkt, en dit is een heel mooie opname, is dat zo'n actieve kabel, dat je daar precies pijltjes kunt in gaan herkennen. Zoals je hier kunt zien, precies zo'n klein pijltje, hier ook. Dus dat wijst in een bepaalde richting, dat wijst in de richting van de middenkant van uw actinekabel. Dus uw actinekabels die zijn gepolariseerd. Die hebben een min- en een pluskant. En de andere, dat ziet er een beetje uit als een weerhaar. Barbed end, zoals dat in het Engels al wordt verteld. Dus het is een weerhaar en een punt die dus aan zo'n actinekabel zit. En dan op basis daarvan zou je dus moeten kunnen herkennen dat je dus een minkant hebt en de pluskant van de actine. Wat gebeurt er eigenlijk met actine? Dus je moet ook weten dat actine is het eiwit dat het meest voorkomt in je cel. We hebben al gesproken van andere eiwitten, extracellulaire matrix eiwitten, die het meest voorkomen in ons organisme. Maar in een cel, binnen in een cel, is actine meestal het meest voorkomende eiwit. Om niet te zeggen altijd. Nou. Nu,
Er komt dus heel veel globulaire actine voor in de cel. En dat kan dus met behulp van een nucleatiecentrum, dus dat kan gestimuleerd worden, om een aangroeipunt te maken op een bepaalde plaats in de cel. Dat gaat meestal bij energievrijstelling, waarbij dus een aantal van die monomeren samengebracht worden, die beginnen aan elkaar te klitten, en dan krijg je dus eigenlijk dat dat begint aan te groeien. Dus je krijgt hier, dus dat is een nucleatiecentrum, en dan krijg je dus eigenlijk een aangroei hier gebruikt van die actine kaap. Dus die globulaire actine. Dus hier zie je dus eigenlijk twee dingen. Een tijdskinetiek is dus een meting in de tijd. Je neemt in een in vitro buisje bijvoorbeeld globulaire actine, je voegt er ATP aan toe en je gaat dan kijken in de tijd wat er gaat gebeuren. Dus als er een langzame nucleatie, spontane nucleatie moet gebeuren, gaat dat heel erg langzaam in het begin. Krijg je daarna precies een soort van exponentiële aangroei tot je een plateau bereikt. Wat betekent dat plateau? Dat betekent dat er evenveel afgebroken wordt dan dat er aangebouwd wordt. Dus je actine kabel, die wordt op een bepaald moment niet meer lang, die gaat gewoon afbreken en aangebouwd worden. Dus dat is hier wat dat plateau wil zijn. Hier heeft men dus eigenlijk globulaire monomeren laten nucleëren, dus met andere woorden, nucleatiecentra samen met globulaire actine samengebracht in één buisje. En dan zie je dus dat dat proces veel sneller gaat, als wanneer je zo'n spontane nucleatie laat doorgaan. Dat is het verschil tussen dit, tussen B en C. Nu, even opletten. Er wordt hier gesproken van verschillende concentraties, en dat is namelijk wat we noemen kritische concentratie. Wat is kritische concentratie? Kritische concentratie betekent, je hebt globulaire actine aan een bepaalde concentratie in je cel. Als je boven die kritische concentratie komt, gaat je globulaire actine spontaan beginnen met elkaar te verbinden. Dan komt er een soort van. En wat dat hier heel duidelijk is, is dat de minkant en de pluskant een verschillende kritische concentratie hebben. Dat betekent, er zit hier een vijfvoudig verschil op, zoals de meeste van jullie wel zien. En dat betekent dat er dus aan de pluskant veel gemakkelijker globulaire actine kan ingebouwd worden. En dat is dus ook de preferentiële site waar dat actinekabel gaat aangroeien. Dus aan de pluskant. Aan de kant met het weerhaken. De bar end. Daar ga je dat dus krijgen. Dat je globulaire actine makkelijker gaat ingebouwd. Dus op het ogenblik dat je dus concentratie hebt van maar 0,12 micromolair in het cytoplasma van je cel, dat je hier alleen maar actieve kunnen inbouwen, maar hier niet. Enkel alleen als de concentratie stijgt tot 0,6 micromolair, dan ga je dus hier ook een actieve kunnen inbouwen. Dat gaat bijna niet zijn. Wat dan? Dus wat je ook kunt zien in actine, dus actine bindt die monomeren, die bindt ATP. Dan wordt hier heel schematisch meegegeven wat er eigenlijk gebeurt wanneer een actine streng ontstaat. Dat is namelijk de globulaire actines als ATP binden, worden zij vooral gebruikt om te worden ingebouwd in een actine kabel. Maar er gaat een graduele hydrolyse gebeuren naar de minkant toe van uw ATP. Dat wordt dan globulaire actine, dat nu met ADP interageert. Dus niet meer met ATP, maar met ADP. Dus je zou kunnen kijken, als je dat specifiek zou kunnen aankleuren, dan zou je in zo'n kabel zien dat aan de positieve kant vooral globulaire actine voorkomt dan met ATP en aan de midkant vooral bindt met ADP. Dus geleidelijk aan afbraak, hydrolyse van ATP. Wordt hier nog een keer weergegeven, pluskant vooral ATP gebonden globulaire actine aan de midkant. Heb je vooral ADP gebonden hydrolyse. Dus dan gaat het geleidelijk gaan gebeuren. En dus dan ga je dus natuurlijk krijgen dat er weer continu toevoeging is van ATP dus zelf, komt onder andere, maar niet toegevoegd. En dus op die manier kan dus die dynamiek ontstaan van een actine-cytoskelet. Ik heb het woordje nu gezegd, dat betekent dat actine-cytoskelet iets wat zeer dynamisch is. Ja?
kan heel snel opgebouwd worden, kan heel snel afgebroken worden. En dus laten toe voor een cel om heel erg plastisch te zijn en heel erg snel aan een bepaalde veranderde omgeving te gaan aanpassen en dus een andere vorm of een andere beweging zeg ik, aan te geven. Dus dat kan allemaal doordat je heel erg snel met je cytoskelet dat je dat kunt modelleren. Als dat allemaal zeer sterk rigide kabels zijn, is dat natuurlijk heel moeilijk om dergelijke plasticiteit te verkrijgen. Je wordt er iets complexer, dat is namelijk dat, zoals we ook al gezien hebben bij bijvoorbeeld die kleine DGPA's, die kunnen een actie doen, spontaan, maar ze zijn daar eigenlijk niet zo heel goed in. Die kleine, herinner u, dat had er vooral te maken dat een heel lage TGP-hydrolyse-kracht had. Maar dat er allerlei associërende eiwitten zijn die dat proces kunnen sturen. En dat is ook zo voor actine. Er zijn een hele reeks van actinebindende eiwitten. We gaan die zeker niet allemaal zien, daar kun je niet meer met lastig van. Maar er zijn er een aantal die wel van belang zijn en die heel cruciaal zijn in dat evenwicht zoeken van moet mijn actinekabel aangroeien of moet die eigenlijk stoppen met aangroeien. Dat is dus een gestuurd proces. En er zijn twee belangrijke spelers daar, en dat is namelijk tyrosine. Dat is dan moleculen daar links. Bovenaan, dat dus kan binden met die actieve globulaire monomeer en ervoor zorgt dat het niet kan ingebouwd worden aan de positieve kant. In het geval dat dit complex wordt gevormd. Rechts ziet je dan een andere eiwit in blauw en dat noemt profiline. En profiline, wanneer dat gebonden is met een actieve, dat stimuleert heel erg sterk de binding met die pluskant. Dus je hebt die twee, en die zitten dus eigenlijk in een soort van evenwicht met elkaar. Je hebt dus hier de actine monomeren. Op het ogenblik dat tyrosine bindt, betekent het eigenlijk dat het actine monomeer niet kan ingebouwd worden. Dit tyrosine is in constante competitie met profiline. Dus naarmate dat je meer profiline uitdrukt in een cel, of vrijstelt in een cel, gaat je natuurlijk competitie krijgen voor dat actine monomeer en dan kan de balans naar hier shiften. En op die manier krijg je dus een evenwicht tussen aangroei versus stop met aangroei. Door te spelen met die twee belangrijke interactors met globulaire actine. Dus hier zit je dan nog een keer. Heb je dus hier je, wacht ik heb precies een aantal overslagen, toch niet? Oké. Dus we gaan dadelijk op die confirine terugkomen. Dus dan heb je je profiline. Dat gaat dus gewoon gaan interageren met een monomeer dat ADP heeft gebonden. Dat is dan op dat ogenblik nog steeds niet in staat om ingebouwd te worden. Dan gaat die opgeladen worden met ATP. En dat is dus de dikke pijl die ervoor gaat zorgen dat actine monomeer kan ingebouwd worden aan de pluskant. En dan heb je hier dus eigenlijk een tyrosine dat ervoor zorgt dat u evenwicht in bewaring wordt gehouden en dat je eventueel globulaire monomeer gaat weghouden van verder inbouw. Wat cofirine doet, dat gaan we straks in een paar slides verder nog zien, dat gaat dus eigenlijk uw actine kabels kunnen verknippen. Dus als je heel snel afbraak moet hebben, dan gaat je gewoon zorgen dat daar een stukje valt. En die stukken kunnen dan terug opnieuw gebruikt worden om actieve monomeren, die in dit geval natuurlijk ADP gebonden hebben, te gaan hergebruiken en terug op te laden met ADP. Hier ziet je opnieuw een cel met zijn voortschrijdende front met de filopodia, lamellipodia en de stresskabels. Wat er hierboven staat, zijn een aantal chemische producten, phalloidine, cytokalasine en latrunculine, dat dus gebruikt wordt voor de kleuring van actine. En die doen dus verschillende dingen.
Namelijk, je hebt aan de ene kant phalloïdine, dat gaat dus binden lateraal met je actine kabel. En stabiliseert die kabel ook. Daarom is het zo dat meestal als je actine wilt kleuren in de cel, dat je phalloïdine kleuring gaat gebruiken. Dus dat is niet gebaseerd op een antilichaam. Dus het is eigenlijk een product dat rechtstreeks interageert met je actine kabel. Dan heb je ook nog een andere productie, ook cytochalasine. Daar gaat het dus binden, daar gaat dus hier staat, kept een filament. Dan kept ik tegen dat het aan het uiteinde van uw actine filament gaat binden. Cytochalasine gaat dus met uw pluskant gaan binden. Dus op die manier kun je dus dit product gebruiken. En dat gaat dus eigenlijk zorgen dat die actine kabel niet verder kan aangroeien, doordat het aan het uiteinde gaat, specifiek gaan binden. En dan heb je ook nog een andere ratruculine, dat dus gewoon aan je minkant gaat binden. En daar dus eigenlijk ook gaat voorkomen dat het dus verder gaat afgebroken worden, die actine kabel. Zie je dus al die spelers. Het zijn er dus heel erg veel die dus interageren met actine. En die dus actine ook modificeren. Dus grote registratie van de complexiteit van actine regulatie in de cel. Maar hier toch enkele functionele groepen, waarvan we er al een paar gezien hebben natuurlijk. Of eiwitten die behoren tot die functionele groepen. Dat is in eerste instantie dat er eiwitten zijn die met die monomeren kunnen interageren om een nucleatie te veroorzaken. Dus de start van aangroei van een actine kabel. Dan heb je dus eiwitten die dus gaan binden met die monomeren en voorkomen dat ze dus eigenlijk verder gaan associëren met elkaar. Een soort van sequestering hier gebeurt. Capping, eiwitten die gaan binden aan de uiteindes, waardoor je een stabiele structuur krijgt van actine. Herinner u de basismodule van een dwarsgestreken spier, een sarcomeer. Je hebt daar ook actine in, kijk eens nog eens naar terug, heb je dus ook dat die actinekabels gekapt zijn. Want je dwarsgestreken spier, die moet constant stabiel zijn natuurlijk, en klaar zitten voor actie. En je wilt niet dat er daar de hele tijd nog actine gemodeld is. En daarom zijn die kettingeiwitten daar van heel groot belang. Er zijn ook een aantal spierziektes bekend, waarbij dat je dus eigenlijk een reactie hebt specifiek tegen die kettingeiwitten, waardoor dat je sarcomeer heel onstabiel wordt. En dat de spier gewoon geen kracht kan uitvoeren. Crosslinking, die gebeurt door eiwitten die zorgen dat je dus een kriskrasnetwerk kunt vormen. Dat kan soms van belang zijn. Denk aan dat corticale actine aan de zijkant van je cel, aan de basolaterale zijde, waar je ook vaak dat soort van crosslinking dus kan vinden. Wat hebben we hier nog? We hebben hier bijvoorbeeld eiwitten die actinekabels met die membraan kunnen verbinden. Je hebt hier eiwitten die kunnen zorgen voor depolarisatie, dus we dan bijvoorbeeld met die kabels kunnen binden, dan valt heel de boel uit elkaar. En dan heb je ook nog een soort van bundeling die kan gebeuren. Denk aan die parallele kabeltjes in je borstelzoom van een intestinale epithelcel, die zijn dus met elkaar verbonden. Zo'n borstelzoom die beweegt niet, die is dan vooral voor oppervlaktevergroting. En eigenlijk heb je daar een vrij rigide structuur en die wordt gestabiliseerd door die bundelende eiwitten. En dan heb je dus op laatste nog filament severing. Dat betekent eigenlijk een stukje kabel. Dus je gaat dus een kabel, gaat je met zo'n eiwit, dat gaat ermee binden. En dan gaat ervoor zorgen dat dat eigenlijk in stukken met elkaar valt, zoals dat juist al getoond proef voelen. Dus hier komen nog een paar namen bij. We hebben aan de ene kant eiwitten die dus heel belangrijk zijn voor de nucleatie, aan de pluskant of aan de minkant. Formine en het R-complex. Dat R-complex bespreken we dadelijk in meer detail. Formine ook. Timosine hebben we al gesproken, dus dat zorgt ervoor dat het assembly van die monomeren gaat voorkomen. Profiline gaat het net stimuleren. Dus je gaat dus eigenlijk een soort van evenwicht krijgen als je actinekabels wilt vormen. Nucleatie versus aangroei versus stop van aangroei. Dus dat evenwicht moet je dus min of meer goed in gedachten houden. Dus dat is hier
specifiek dat formidecomplex. Waarom blijft dat aan de pluskant? Dat is een nucleatiecentrum dat eigenlijk als het ware continu opschuift naarmate dat je monomeren blijft inbouwen. Dat blijft verbonden met de pluskant. In tegenstelling met het R-complex, dat gaat dus eigenlijk nucleatiecentrum vormen en dat blijft daar zitten. En dan komen er dus eigenlijk heel de tijd nieuwe actine monomeren bij, maar dat R-complex blijft daar zitten. Dat zorgt dus voor nucleatie, maar ook capping. In dit geval schuift dat eigenlijk altijd op. Het stimuleert dus op die manier heel sterk de aangroei aan de pluskant. Dat is dus de rol van dat formine-eiwit. Hoe kan dat? Dat je met zo'n formine-eiwit heel specifiek op een bepaalde locatie een cel kunt voorzien van een actiniteit. Dat zie je hier, dat formine bestaat dus uit verschillende domeinen. Het staat niet in de cursus, maar dat is hier wat we noemen dan een formine homology domein 1 en een formine homology domein 2. En dat is hier row binding domein. Een row is zo weer een klein GTPase. En dat is dus verankerd met uw membraan. En als dat row een signaal ontvangt en GTP bindt, dan gaat uw formine aan die membraan gekoppeld worden. Op die manier krijg je bijvoorbeeld hier een signaal van buiten je cel, een groeifactor, die signaleert dan aan rol. Dan krijg je deze koppeling. En dan gaan dus naar dat homology domein 1, gaan dus die profiline geassocieerde actieve monomeren gerecruiteerd worden. En die worden hier allemaal mooi in een rijtje geplaatst en dan vervolgens aangekoppeld worden aan de pluskant van een groeiende actieve kabel. De hoogte van die homologie domein 2. Dus met andere woorden, je gaat heel gericht op wel bepaalde plaatsen in je cel een actinekabel kunnen laten groeien door die pluskant sterk te gaan stimuleren en daar aangrijpt die geactiveerde monomeer aan te bieden op een heel specifieke plaats. Dit is het R-complex. Dat was dus dat nucleatiecentrum aan de minkant van een actinekabel. Wat hier van boven vermeld staat, is actine aan de linkerkant, de driedimensionele structuur, en R2 en R3. Wat hier opvallend is, is een zeer sterke gelijkenis van de 3D-structuur van die eiwit. Dus met andere woorden, in R ziet er bijna, het is een heel andere eiwit, maar het ziet er zeer gelijkend uit wat structureel gezien. En in dat opzicht wordt dus R op een of andere manier heel erg belangrijk, omdat het eigenlijk op die manier zeer goed kan associëren met actine monomeren. Hier zit je nu een ander klein GTPase, dat noemt WASP, Wiskott-Aldrich-syndroom-proteïne. Zoals het zelf zegt, als er mutaties in voorkomen, heb je weer cytoskeletaire problemen in die cel. Dus dit eiwit dobbelt vrolijk rond in je cytoplasma en heeft ook weer een interagerend domein met zo'n klein GTPase, zo'n row binding domein. Dat kan dus interageren in dit geval met een ander klein GTPase. En het gaat er dus voor zorgen dat het op die manier bijvoorbeeld kan interageren met een R, en die R die gaat dus dan zorgen voor een nucleatie aan de zijkant van het actinekabel. Dus dat zit je hier nog een keer weergegeven. Dit is een nucleatieproteïne. Dus, dat is dus een WASP bijvoorbeeld. Dat gaat interageren met actine subunits. En dan vervolgens gaat daar het R2-3-complex komen, dat gaat op basis van zijn structuur en affiniteit voor actine ervoor zorgen dat het gaat binden lateraal met een bestaande actinekabel. En op die manier krijg je dus een verpakking in actine. Dus je krijgt nu eigenlijk niet alleen maar een stresskabel, je krijgt nu vertakte structuur. Dat zie je hier, heel erg goed, dat is hier een uiteinde van een cel, waar je zo'n kriskras krijgt van actinekabels.
Het komt dus door het feit dat je nucleatiecentrum aan de zijkant van je cel, sorry, van de zijkant van je actiefkabel, van de bestaande actiefkabel plaatst. Het ziet er dus een beetje zo uit, dat je zelfs meestal een bepaalde hoek dat er gevormd wordt tussen de nieuw aangebrengde kabel aan de zijkant. En je krijgt het op die manier een kriskras van actine kabels. Je krijgt een soort van boomstructuur die dus op die manier ontstaat. En die gaat dus in je leading edge van je cel, ga je dat vaak zien. En je cel die beweegt, daar gaat je dus die kriskras van kabels gaan zien. Dus hier heb je een kinderpomografie, waarbij dat je dus eigenlijk die kabels moet zien. Nu, ik ga het, wat betreft dus deze slides, heb je slide 29, maar slide 30 en 31 en 32, die mag je vergeten. Wat er daar eigenlijk in staat, is een soort van discussie op basis van elektronenmicroscopie, waarbij een aantal mensen betwijfelen of dat vaak al degelijk contacten maakt met de zijkant van een actieve filamenten. We gaan daar niet verder op in. Oké? Duidelijk voor iedereen? Blijkbaar niet. Dat is zeker maar niet goed. Dat zijn we nog niet. Wat een excitement voor deze slides te gaan vallen. Oké. Misschien straks nog een paar, maar nu wel stil zijn. Wat je hier ziet is een zeer spectaculair voorbeeld waar bijvoorbeeld bacteriën die in een cel kan binnendringen, gelijk Listeria. Listeria kan zich dan voorbewegen in de cel en maakt daarbij interactie met de antinekabel. Een zeer spectaculair voorbeeld, je ziet hier zo'n antinekabel en hier aan het uiteinde zit een bacterie. Dus je hebt hier ook een kleuring. De groene kleuring en de rode kleuring die je hier kunt zien. En dan krijg je dus duidelijk dat die actinekabel en dan op het einde zitten daar blijkbaar een bacterie daaraan vastrijden. Dus die bacterie verbindt met actine en gaat voorbewegen en kan zo doorheen de cel, doorheen het citoskelet wandelen in je cel en op die manier op een bepaalde plaats gaan zitten en zich vermenigvuldigen. Hier ziet u nog een keer dat voorbeeld van endocytose. Ook hier gaat u dus actine gaan gebruiken, zoals ik straks al zei, zeker als je grote partikels moet naar binnen gaan. Maar daarvoor moet je natuurlijk een actine cytoskelet creëren op die plaats. Dus je gaat endocytose assemblagefactoren, membraan, mantel-eiwitten, herinner u, die gaan associëren met nucleatiecentra, zodat er dus hier een koppeling komt op een bepaalde plaats naast je mantel-eiwitten, dat er daar allerlei actieve kabels komen. En die gaan dan helpen om dat partikeltje naar binnen te trekken. Dat je dus eigenlijk een soort zeer grote membraanverandering moet veroorzaken. En in dat geval gaat je dus actieve gaan gebruiken. Dus je ziet hier opnieuw het nucleatiecentrum en dan de actieve kabels. Je ziet je ook bijvoorbeeld bij de opname van een infectie, bacterie. Het lichaam herkent die bacterie door het antilichaam. Dus die wordt volledig gekleed met die antilichamen die daar sterk mee reageren. Alle cellen zijn uitgerust, of een aantal cellen zijn uitgerust bij Fc-receptoren die reageren met het constante gedeelte van het antilichaam. En die gaan dan dat partikel in zijn geheel gaan opnemen. Dus in dit geval is de Fc-receptor samen met de mantel-eiwitten een soort van endocytotische assemblingfactor. En we zorgen ervoor dat dat ganse partikel samen met die actine reorganisatie kan van binnen gehaald worden in die cel. En dan uiteindelijk afgeleid worden naar de lysosoom. Oké, nog een paar actine bindende eiwitten. We hebben dus vooral gesproken in eerste instantie van diegenen die zorgen voor assembly en disassembly. Of verder niet aangroeien.
Hier krijg je dus nu dat cofiline, wat we daar straks net over gezegd hebben. Dat cofiline heeft een hoge affiniteit voor actieve monomeren die ADP gebonden hebben en die dus vooral aan de binnenkant voorkomen van je activiteit. Dan heb je gelsoline. Dat is eigenlijk een knipper. Je slaat je actieve filament in stuk. En die gaat dan ook een soort van cappingfunctie uitvoeren aan de pluskant van de filament. Cofiline zorgt dus gewoon dat de minkant van een actinekabel een stukje wordt geknipt. Dan heb je dus cappingproteïnes. Daar heb ik al straks iets over gezegd. We hadden daar die chemische producten die konden cappen, maar we hebben ook een aantal capping-eiwitten, zoals in de saphomeren van onze spier. Hier zorg je dat de pluskant bijvoorbeeld stabiel wordt gehouden. Je hebt ook eiwitten die specifiek met lateraal op je fundament kunnen interageren, zodat je dus eigenlijk een stabiele filament krijgt. En dan heb je dus crosslinkers, kleine crosslinkers, grote crosslinkers. Dat heeft heel veel gevolgen voor de andere moleculaire interacties. Dus als je fibrine hebt, zorg dat die actinekabels heel dicht bij elkaar liggen. Dan kun je nog moeilijk andere eiwitten tussen. Terwijl bij alpha-actinine betekent het eigenlijk dat je een osmazige opbouw krijgt van die filament-assembly. En op die manier gaan ze dus eigenlijk veel meer andere eiwitten toelaten die dus nog meer complex kunnen vormen met je actinine. Alpha-actinine vind je bijvoorbeeld ook terug in je saxomeer van die was gestreven. Filamine is een soort van bundler, dat dus die kriskras liggende actinekabels bij elkaar kunnen verbinden. Spectrine is eigenlijk een beetje een vreemd eiwit. Namelijk, dat komt vooral voor in je rode bloedplaatjes in de membraan. Tegen de membraan ligt dat eigenlijk aan, van je rode bloedplaatjes. En hier speelt actine een rol als crosslinker. Dus dat zijn zo kleine stukjes van actine. Ja, want in rood is het altijd actine. Dus spectrine zijn langgerijkte moleculen die hier met elkaar geconnecteerd worden, aan elkaar geniet worden door die kleine stukjes van actine, een soort van kleine fragmentjes van actine. En dan heb je hier een aantal eiwitten, die tot de ruimgroep behoren, zoals S-ring en myelin, die dus gewoonweg een interactie maken met de actinekabel en die kunnen verbinden met de membraan. Dus zo krijg je dus eigenlijk een koppeling van een actinekabel aan de membraan. Dat kan soms van grote zijn. Dus je ziet je cofiline nog een keer. Cofiline interageert dus met de minkant, dus de ADP gebonden kant. En wat cofiline eigenlijk doet, is een soort van spanning op uw linksdraaiende actine kabel gaan plaatsen. Dus en daardoor krijg je dus dat die verschillende elementen makkelijker uit elkaar vallen. Dus dat zie je hier. Dus er is hier een actieve kabel met zo'n spacering van de twist van 74 nanometer. Dus er zijn er twee naar elkaar. En als je nu kijkt voor twee naar elkaar, na binding met cofiline aan de minkant van de actieve kabel, is dat eigenlijk als het ware, komt er een torsiekracht die er wordt opgezet. En waardoor dat dus die monomeren makkelijker uit elkaar kunnen vallen. En dat is dus een manier om actieve kabels heel snel te herschikken en ze dus uit elkaar te vallen. Dan zie je hier een cel die voorbeweegt. Dus wat die cel moet doen, is, dit is de beweging, de richting van de beweging. Dus ze moet eigenlijk haar cellichaam vooruit duwen. De cel heeft geen voeten, dus haar cel moet haar cytoskelet gebruiken om die membraan naar voren te duwen. En dat betekent dus dat je hier continu actine moet beginnen te synthetiseren. En aan die kant moet je dus zorgen dat die actinekabels weer opgelost worden. Zodat je dus eigenlijk die membraan naar voren kunt duwen. Wat je ook ziet, de cel heeft wel geen benen, maar heeft wel voetjes, kleine voetjes, waarmee dat ze dus zelf contact maakt. Dat is natuurlijk wel nodig, omdat je anders natuurlijk niet kunt vooruit gaan. Dus je hebt een aanhechtingspunt nodig. En meestal kun je dat eigenlijk zien als je daar gewoon kritisch naar kijkt, bijvoorbeeld in vitro, en meestal kun je dat heel makkelijk duidelijk maken als een cel bewogen heeft, dan laat ze dus eigenlijk
via deze punten achter. Dus je kunt een soort van... verschillende stappen die de cel neemt. Heb je iets leuks te vertellen? No. Nee. Oké. Oké. Dus, het blijft hier een spoor achter als het zelf ook de mogelijkheid heeft een previous state aan maken. Dus wat je hier dan ziet is bijvoorbeeld een vis, keratinocyte, die voortbeweegt. Ik heb er nu wel geen filmpje van, maar dus die cel, die kijkt van hier, die gaat voortbewegen. En wat je dan ziet, is eigenlijk dat die voorkant van die cel heel snel ruffelt en beweegt, dus probeert te bewegen. En dat is eigenlijk het gevolg van actieve actine polymerisatie die daar gaat gebeuren ter hoogte van het uiteinde van de cel. Dus de lamellipodium is een zeer belangrijke structuur voor de cel in de rekening. Hoe moeten we ons dat moleculair voorstellen? Wel, dat betekent dus eigenlijk dat je hier samen met actinekabels die je maakt en een arm, die zorgt voor die laterale nucleatie, waardoor je dus eigenlijk die vertakte boomstructuur krijgt. Dit is hier de voorkant, dit is de bewegingsrichting van de cel. Daar gaat er continu actine worden aangemaakt. En er komt hier dus continu een aanvoer van actine globulaire monomeren die ingebouwd gaan worden. Ja. Wel. Maar dat betekent ook dat als de cel voorbeweegt, dat de achterkant moet afgebroken worden. En hier heb je dan de actie van cofiline, die zorgt dat er constant actine gaat afgebroken worden. Dit betekent dus eigenlijk dat je dus een soort van zon krijgt in je cel, wat je hier heel erg mooi ziet weergegeven, waarbij dat er dus eigenlijk in het rood wordt aangeduid de actine en het aardcomplex dat in groen wordt aangeduid. Dus die aard vindt zich dus helemaal aan het uiteinde. Rood bevindt zich eigenlijk overal, maar wordt hier een beetje overschaduwd, helemaal aan de buitenkant van die cel. En dan heb je hier bijvoorbeeld een kleuring waarbij dat cofiline in groen is en actine opnieuw in rood is. Ja. Dus dit is de buitenkant, dit is hier ook de buitenkant. Dus hier zit je nu dat de actine die je bevindt, dat bevindt zich dus hieronder. Maar in cofiline bevindt zich dus duidelijk veel meer aangereikt hier. Hoe kunnen we dat doen? Je weet het dan. Het zou zeker dan helder moeten zijn voor iedereen. Hoe kun je zo'n dubbele kleuring doen? Ja? De ABC-methode. ABC-methode was, als ik me goed herinner, vooral belangrijk voor amplificatie van de signalen. Je kunt het daarmee doen, maar wat ga je dan nog moeten doen om... We tonen hier twee eiwitten aan. Hoe gaan we dat dan doen? Je kunt de ABC gebruiken. Ja. Via antilichamen, daar zijn ze weer. Hoe ga je dat dan doen? Want je hebt hier één cel. En er zijn nog twee kleurtjes voor. Dus hoe ga je dat doen? Je moet blijven spreken, want de collega's voor je. Ja. Oké. Dus dat is hetgeen wat hier gebeurt. De juffrouw zegt. We gaan twee antilichamen moeten gebruiken. De ene heeft specificiteit voor actine en de andere heeft specificiteit voor het R-complex. Of daar actine en cofiline. Dus eigenlijk de ideale manier is om
in één cel twee eiwitten te kunnen gaan aantonen. Dit is eigenlijk een manier om te zeggen van kijk, oké, hier zit een actine en ik kan van alles vertellen met de schematische structuur, maar hier kan je eigenlijk met je eigen oog zien dat effectief ARP daarmee aangereikt komt aan het uiteinde dat de actine erachter zit. Jij hebt een vraag of een opmerking? GFP gemakkelijk, ja dat kan natuurlijk, maar GFP betekent natuurlijk dat je dus wat moet inbouwen in jezelf. Ja, dus dat is zo dat eigenlijk mensen die veel actine biologie studeren in de celbiologie, gaan dus wel actine kopen aan GFP, om dan het constant te kunnen zichtbaar maken en met verschillende soorten van zombies, wat bij de beweging van de cel, kan je dat dan eigenlijk doen. Ja. Maar dat is natuurlijk veel meer werk, hè. Als ik aan die vraag van kleur mij actine keer aan, die gaat het dan doen met de GFP, moet je eerst de cel een plasmide voorzien, transformeren enzovoort. Dus dat is natuurlijk werk. Ja, dat zou dus een mogelijkheid zijn, inderdaad. Dus je kunt ook combinatie maken van valoïdine met een antibiotica. Dat kan. Ja, duidelijk voor iedereen. Dus als je in één cel specifiek verschillende eiwitten wilt aantonen, dan kan je dus gaan werken met verschillende antibiotica. Maar die moet je dus effectief koppelen aan verschillende fluorescenten agentia, bijvoorbeeld directe koppeling of indirecte koppeling, maar dan moet je wel eens heel goed nadenken hoe dat je dat gaat doen als je indirecte koppeling doet. Het is eigenlijk zo dat een nieuwe evolutie in de celbiologie op dit moment is, dat wij eigenlijk nu stilaan in staat zijn om, dit is dus een co-kleur, dus met andere woorden, je gaat twee antilichamen tegelijkertijd doen, maar waarbij dat men eigenlijk zelfs op één cel 30 verschillende antilichamen plaatsen. Maar waarbij dat men begint met een antilichaam met de laagste affiniteit en past die kleuring toe. Daarna wast men dat antilichaam volledig weg met zijn kleuring. En dan kom je met het volgende. En met het volgende. Dus je moet eigenlijk in eerste instantie heel goed bepalen welke dat de laagste en hoogste affiniteit hebben van je reeks. En dan kan je dus op dezelfde cel 30 keer een kleuring uitvoeren. En de computer assembleert dan met virtuele kleurtjes waar dat alles zit. Dus echt redelijk spectaculair om te zien, omdat je dan eigenlijk tegelijkertijd in de cel heel verschillende eiwitten kunt aankomen. Oké. Dus hier zie je nog een keer schematisch weten tegen wat er dus gebeurt. Je hebt een extracellulair signaal. Dat gaat dus interageren met een receptor. Die receptor stuurt het signaal naar een nucleatiecentrum. Dat nucleatiecentrum gaat dus zorgen dat actine strengen beginnen aan te bouwen. Je krijgt hier allemaal kabeltjes. En dan krijg je verder, als die stimulatie blijft gaan, dat er op een bepaald moment ook van die R2-complexen worden, die dus lateraal met die actine kabels gaan interageren. Dus alles hangt dus af van het signaal dat van buiten de cel komt. Van dit soort van, meestal noemen we dat een soort van, kunnen we dan meestal een gradiënt geven van een groeifactor of een migratiefactor die ervoor zorgt dat je cel in een bepaalde richting gaat bewegen. Dus als je die stof toetiert, krijg je dus heel dat actine aanmaak en die gaat dus, naarmate dat je meer van het actine netwerk maakt, krijg je dus eigenlijk duur tegen die membraan. En daarop kan die membraan naar voren gaan. En dan moet je vervolgens in je beweging af te geven. Oké, ik ga nog twee slides bespreken en dan zijn we gedaan voor vandaag. Dus hier heb je dus capping. Het zijn nog twee slides. Die capping gebeurt hier aan de pluskant of aan de midkant. Je hebt hier cap C, en eigenlijk wat voorkomt in plasjescriptus 4, en tropomodeline dat aan de midkant. Op die manier krijg je dus, als je dit hier hebt, betekent natuurlijk dat je streng, je actine kabel, verder gaat aangroeien. In dit geval
gaat u dus krijgen dat er nog altijd wordt afgebroken, maar dat er niks meer wordt aangebouwd. Dus dat betekent hier in deze, als je dit gebied stabiliseert, dat er uiteindelijk een verdwijning zal zijn van de werkelijkheid. Dus je moet hier ook stabiliseren, dus je zal die keer moeten combineren om het op een constant niveau te kunnen houden. Dus dit zijn de verschillende eiwitten die we min of meer besproken hebben. De grootte van de eiwitten, dat is allemaal per illustratie. Dus ik denk dat jullie nu wel een overzicht hebben van die verschillende eiwitten, dus hoe dan ook het kunnen interageren met actine. De rest is voor de volgende keer, dat is volgende week.